In het kader van NL Doet hebben wij vanmiddag voor onze bewoners van de verzorging- en verpleegafdelingen een HIT georganiseerd. HIT is ook bekend onder de ouderen. Maar waarom wij vanmiddag deze HIT organiseren, dus voor onze bewoners van de verpleeg- en verzorgafdelingen met hun mantelzorger. De mantelzorger is of de partner van de bewoner die hier woont, of de dochter, zoon, buurvrouw. En die zijn allemaal vandaag aanwezig, althans degene die konden, ja. En die mogen meesfeest vieren. Ja, die vieren vanmiddag mee hier de HIT met gezelligheid. Het is hier veilig, mensen mogen hier knoeien. Als hier mensen drie keer naar het toilet gaan in een half uur, dan kijkt daar niemand van op. Ze mogen zichzelf zijn. Ze mogen zich hier volledig zichzelf zijn. Welkom hier vanmiddag op de HIT, speciaal voor u en uw mantelzorger georganiseerd om u ontzettend te verwennen en in het zonnetje te zetten. Deze HIT is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Ans Hermes, vrijwilligster bij het Oranje Fonds. Wat betekent dat voor jullie vandaag? Dat betekent dat wij als vrijwilliger de mensen een dagje iets extra's willen bieden wat er normaal niet kan in een tehuis. Dat ze toch een extra aandacht krijgen en iets lekkers op het bordje krijgen. En dat lekkers op het bordje is natuurlijk niet vanzelf ontstaan. Nee, dat klopt. Een aantal vrijwilligers die zijn vanochtend al vroeg in de weer gegaan om de boodschappen te doen en wat klaar te maken. Astrid van der Kooi, het is hier een drukte van belang. Wat zijn we hier aan het doen? We zijn allemaal druk bezig voor de stichting NL Doet. En wij hadden bedacht, hoe gaan we onze bewoners een leuke middag bezorgen? En we dachten gelijk aan HIT. Het ruikt hier heerlijk. Nou, dankjewel. Dat is de bedoeling. We hebben net de soep geserveerd. We gaan nu warme, hartige hapjes doen. Deels gecombineerd met koud. Wanneer we dat allemaal opgegeten hebben, komt er een smoothie. En daarna een grand dessert. Dus het is allemaal vitamine en gezonde dingen zo te horen. En de nodige calorieën. Jawel. Ja, dat moet kunnen, toch? Dat moet kunnen en ik denk dat iedereen dat vanmiddag weer afsport. Nou, de vrijwilligers wel, de bewoners niet, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet, je hoeft alleen maar te genieten. We gaan de geur even tegemoet, want het ruikt zo verschrikkelijk lekker dat we zijn niet langer hier te houden. Oh, nou helemaal goed, okay. Helemaal goed. Applaus. Echt super. Het rest mij u te zeggen dat ik u een hele fijne middag toewens. We komen straks vast nog even terug met de microfoon om u het een en ander te vertellen. Deze middag wordt ondersteund door Trio Sfeer. Geef u een applaus. En ik zou zeggen, laat het allemaal lekker gebeuren vanmiddag. Geniet er lekker van. En we kunnen van start. Dames, goedemiddag. 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 Hoe komen jullie hier zo verzeild? Jullie zijn ook zo vreselijk jong en hier zitten eigenlijk al helemaal oudere mensen. Ja, ja. Nou ja, mijn oma die woont hier. En is het ook jouw oma? Nee, ik was met mijn oma mee, want die doet hier vrijwilligerswerk. Oh, en dus die loopt hier ergens rond? Die zit naast me. Oh, dat is jouw oma, die zit naast mij. Ja. Oké, en wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze net gedaan? Ja. Nu zit ze bij de mensen om ze te helpen met eten. En wat heb jij gedaan? Ik heb net gegeten. En dat is ook vrijwilligerswerk, hè? Nee, ja. En heb jij wel wat gekregen? Ja, ik heb wel. Maar er kan nog wel wat bij, denk ik, hè? Ja. Zullen we dan eens kijken of dat eraan komt? Ja. Oké. Okay. Ze zeggen dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, en oma natuurlijk ook dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Hendries van der Hengel, zonder jou kan een feest eigenlijk niet doorgaan in de wijngaard, want het is een feest vandaag, hè?
Het is fantastisch. En echt een hele goede landelijke bijeenkomst natuurlijk van NL Doet. En tof dat het hier ook in de Waag gaat kunnen laten plaatsvinden. Mede dankzij de inzet ook van Anouk de Koning. En die heeft echt het project hier naar binnen toe gehaald. Maar als je ziet wat, hoe de mensen ervan genieten. En juist ook door de inzet van al die vrijwilligers. Die ook zelf ook heel veel dingen ook klaargemaakt hebben. Ja, dan kan je alleen maar trots wezen op de Waag dat het ook allemaal kan gebeuren. Het is ongekend dat er toch vandaag de dag waarbij je wel eens denkt. Iedereen kruipt terug in zijn eigen schulp. Dat er toch nog zoveel aandacht is voor dit soort festijnen. Als je ziet wat hier plaatsvindt ook. Dan is het echt zo van. Ongelooflijk wat voor inzet er is van mensen. En juist wat we nu ook gericht hebben op de kwetsbare ouderen met hun mantelzorg. Want die worden vaak vergeten. Er wordt altijd gekeken naar de mens, laat maar zeggen, van hoe die de regie in eigen handen hebben. Maar dit is nu echt speciaal voor de mensen die het dus niet allemaal in eigen handen hebben. En als je dan die warmte, blijdschap bij die mensen ziet, ja, dat is ongelooflijk. Ik heb jou voor het eerst ontmoet. Dan bij de waterkant, dan bij. Dan bij die waterkant.